Nee, dat regent wel, zie ik nu. Ik zie tussen het licht regen vallen. Oei. Hier komen de finalisten van de 400 meter horde. Carolina Krawczyk loopt waanzinnig sterk hier in München voor eigen publiek. Een jonge Spaanse Sara Gallego, die is ook van de partij. Die is 21 jaar en staat in haar eerste grote finale. De Noorse Amalie Iol, 28, maar ze wordt beter en beter getraind met dezelfde coach dan Karsten Warholm. En dan voor Finland. Ook deze vrouw maakt een snel vooruitgang. Vivi Lehikoinen zag misschien haar landgenoot Topi Raitanen de steeple winnen. Ayomide Follorunzo komt uit voor Italië en is 25. Zeer geconcentreerd, hebben we al gezien in de races. Voor Oekraïne. Ze hebben twee kansen voor een medaille met Victoria Tkachuk. Dat is de eerste kans, die is 27. Werd zevende in de 2018. En dat is de andere Oekraïnse, Anna Rizikova. Die heeft al medailles verzameld. Die haalde zilver in 2016 en 2012. Werd op vijfde op de Spelen in Tokio. Oekraïne aan het winnen in het hengselspringen. En dan, ja, daar staat geen maat op Femke Bol uit Amersfoort. Ze is 22 en ja, een beetje zoals James Bond. Unbeatable in Europa toch. Op beeldvlak moet ze voorlopig nog McLaughlin laten voorgaan. Maar ze won hier al de 400 meter met een grote marge. En dit zou haar tweede gouden medaille kunnen worden. In banen 5 en 4 zitten medaillekandidaten, maar de topfavorieten loopt in baan 3. Ze concentreert zich voor haar tweede medaille. In baan 2 Lorenzo en in baan 1 de Noorse Joël. Hoe snel loopt Femke Bol en wie wint zilver en brons? Dat zijn de vragen voor deze 400 horde. De buitenbanen nog eens. Krawczyk heel goed bezig voor Duitsland. Tkachuk 7, Kaleko in 6. En dan favorieten voor medailles. Rizikova, Leikonen, Bol uiteraard. In baan 2 Florenzo, baan 1 Iol. Start meestal niet zo snel. Gisteren kreeg ze Hanne Klaassen op gelijke hoogte. Die was heel snel gestart. Nu neemt ze toch niet veel risico. Loopt toch al aan de leiding. En heeft Lehikoinen al te pakken. Gaat jacht maken op Rizikova. Buitenbaan Krawczyk is weer heel snel gestart. Aan de leiding voorlopig voor Bol. Hoe lang houdt de Duitse dat nog vol? Bol komt erover, komt nu aan de leiding. Krawczyk doet mee voor de medailles, dat is leuk. En Bol, ze stopt maar door. Waar gaat ze uitkomen? Haar Europese record is 52-03. Kijk wat een marge. En Tkachuk gaat het zilver halen, 52-03. Komt ze in de buurt. Het is 52-62. Tkachuk en Rizikova. Twee Oekraïense medailles erbij. Geweldig voor Oekraïne. Maar wat een marge. Kampioenschapsrecord. Voorbij de tijd die ze liep in de halve finale. En Oekraïne aan het feest. Tkachuk, 54-30. Femke Bol op de eerlijst. Opvolgster van Lea Sprunger.
Die won in 2018, de Zwitserse. Toen in 54-33. Dat zou nu niet voldoende geweest zijn voor zilver. En dan ziet ze dat de Oekraïners de andere medailles hebben gewonnen. Rizikova 54-86 en Galeko op een vierde plaats 54-97. Ja, het is een mooie Oekraïnse dag. Aan de leiding en daar ligt de winnares in het hinkstafspringen Pek Romantjuk. En zilver en brons op de 400 horde. Dus als ik dat goed kan tellen, 1 seconde en 66 honderdste voorsprong op de tweede. En dat is ook al een record. Want in 1994 won Sally Kennell, de Britse, met 1.35 voorsprong. Maar ook dat is alweer verpulverd door de Wonder Woman uit Amersfoort. Haar tweede gouden medaille voor Nederland. En er komt al dichter nog eentje bij op de 4x400. Met Klaver, met de Witte ook. Heel sterke ploeg. In duel allicht met Polen. Ze is toch ook diep moeten gaan. Ja, ze heeft een Zwitserse coach. Laurent Mevely. En die heeft haar geweldig naar de top gebracht. En ze heeft een Belgische vriend. Polstokspringer Ben Broeders. Die pech had hier. Ja, Nederlandse vreugde ziet er zo uit. Krapchik, heel moedig begonnen, is achtste geworden. Liep op een gegeven moment tot in de bocht voor Femke Bol. Alles moet goed zitten. Ah, ze krijgt het rugnummer van Femke Bol. Ja, een prachtig souvenir. Het geel en blauw gaat ook rond. In de piste. Of wachten ze nog op hun landgenoten, Pek Romantjuk? Ja, maar dat gaat nog even duren, want daar zijn ze nog maar aan de vierde sprong. Dus die is nog even bezig. Ja, dat is nog niet binnen natuurlijk. Maar je zei het al, maar er moet al veel gebeuren als dat niet zou lukken. Kampioenschapsrecord 52-67. Dan Romantjuk Rizikova. Dat is er eentje voor de toekomst. Vierde plaats, zoals